Willibrord is al eeuwenlang met fluiten verbonden. Op deze plaats, waar nu deze Torenpleinkerk staat, heeft waarschijnlijk ruim al voor 1224, maar dat is de eerste schriftelijke vermelding, al een kerk gestaan gewijd aan Willibrord, de apostel van Nederland en eerste bisschop van Utrecht. Na de reformatie, toen deze kerk onder gereformeerd bestuur kwam, weken de Rooms-Katholieken uit naar de huiskapel van kasteel Den Ham. Tot zij in 1885 een nieuwe kerk mochten bouwen, die nu bekend staat in Vleuten als de Rooms-Katholieke Willibrorduskerk. Beide kerken, die nog steeds beeldbepalend zijn in het dorp Vleuten, gaan dus terug op Willibrord. Voor Rooms-Katholieken, die elk jaar zijn sterfdag vieren, is hij een vertrouwde heilige. Voor protestanten, die hun kerk niet langer verbonden wisten aan zijn naam, werd hij alleen nog een gedenkwaardige figuur uit een ver verleden. Maar in onze dagen, waarin de protestantse kerk in Nederland meer dan ooit bepaald wordt bij haar missionaire opdracht, komt Willibrord ook voor protestanten weer opnieuw in beeld. En ik merk zelf, hoe vaker je zijn sterfdag viert, hoe meer je je in de man verdiept en hoe meer hij jou te vertellen heeft. Eugène Honnet, die een mooi boekje over Willibrord schreef, droeg dat boekje op aan zijn kinderen en met hen aan de hele generatie waartoe zij behoorden, die inmiddels, zo schreef hij in 1995, al bijna even vreemd tegenover het christelijk geloof staan als destijds de Vriezen, het verre voorgeslacht aan wie Willibrord het geloof voor de eerste keer met niet gering effect heeft verkondigd. We zijn bijna 20 jaar verder. Veel mensen hebben het christelijk geloof van zich afgeschud. Veel kinderen groeien op zonder enig besef van geloof. En het dorp Vleuten is het dorp niet meer. Een immens grote stad is om haar heen gebouwd. De Vinex Leidse Rijn. Waarin geen kerktoren meer te bekennen is. Maar waar kleine geloofsgemeenschappen nog wel proberen voet aan de grond te krijgen. Mensen zijn er wel. De bevolking hier is gegroeid, ik weet niet helemaal of de cijfers kloppen, maar bij benadering van 17.000 naar nu meer dan 80.000. Ondertussen staan die twee oude kerken, protestants en rooms-katholiek, nog steeds in het dorp. Opmerkelijk genoeg was de pastoor van de rooms-katholieke Willibrorduskerk eerst een protestantse dominee. En doet de protestantse dominee voortdurend een appel op haar gemeente om katholiciteit als wezenskenmerk van de kerk te zien. En samen kwamen zij op het idee om bij hun gezamenlijk optrekken in dit dorp te rade te gaan bij Willibrord. Hoe pakte hij de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus op in zijn tijd en kunnen wij daar iets van leren? Kardinaal Eik beet 2 jaar geleden het spits af, hier in deze kerk. Zijn inspirerende lezing heeft een goed fundament gelegd onder de Willibrord-lezing. En wij confronteerden hem als eerste met onze vragen. Hoe zou Willibrord de bewoners van de Vinex-wijk tegemoet zijn getreden? Welke schatten zou hij in zijn reistas hebben meegedragen? En hoe zouden de Vinex-bewoners hem ontvangen hebben? Zouden zijn schatten hen aangesproken hebben? En wat zouden wij in onze tijd in het spoor van Willibrord kunnen doen?
Zijn antwoord van de kardinaal kunt u straks zelf nalezen. Want dankzij toestemming van de kardinaal en een subsidie van de Protestantse Kerk Nederland hebben wij deze eerste lezing vrij kunnen uitgeven. U kunt straks na afloop allemaal een exemplaar meenemen. En gelukkig, ik heb er genoeg, dat weet ik zeker. Maar het eerste exemplaar wil ik graag uitreiken aan pastoor Los, met de hoop dat Willy Brort ons nog veel meer zal doen verbinden. Vorig jaar hield theoloog Frans Bosman de Willy Brort-lezing. En vandaag is het de beurt aan Antoine Baudard. Volgens zijn eigen website, verfoeid en geliefd door helderheid van geloofsgetuigenis. Hij schroomt niet te spreken over Christus en zijn kerk tegen de waan van de week in. Een prima aanbeveling om de Willy Brort-lezing te houden en ons in het spoor van Willy Brort richting te wijzen hoe te geloven anno 2014. Uw cv, Antoine, is indrukwekkend. Vele studies hebt u gevolgd, gepromoveerd in de filosofie. In 1992 bent u tot diaken en priester gewijd. Een bijzonder jaar, want vlak daarvoor was pastoor Los tot priester gewijd. En in hetzelfde jaar mocht ik in het ambt van predikant worden bevestigd. Sinds 1998 woont u in Rome, maar regelmatig vliegt u over naar ons koude kikkerlandje om lezingen te houden, zoals vanavond in Vleuten. Volgend jaar zal er een boek van uw hand verschijnen met de titel Geborgen in Traditie. Het leek mij een prima titel voor deze Willy Brort-lezing. Immers, Willy Brort bracht in Nederland een traditie op gang die nog steeds aan velen houvast en geborgenheid biedt, maar die ook heel veel mensen koud laat. Ik geef u graag het woord. Dank u, mevrouw de predikant. De website moet dus weer bijgewerkt worden, want ik vind het nogal exotische taal die daar op die website van mij staat, maar ik heb daar weinig tijd voor, dus. Maar met de inhoud klopt wel, moet ik wel zeggen. Ik vertel u toch eventjes, dames en heren. Iets langzamer praten. Dan zullen wij aanmerkelijk minder kunnen behandelen vanavond. Voor alle zekerheid heb ik nog maar eens nagekeken wie die Willy Brort nou eigenlijk is. Want over hem is zo ongelooflijk weinig bekend. Alcuinus heeft over hem geschreven aan het eind van de 8e eeuw. Vita Sancti Willy Brorti. En aan de hand heeft de grote Beda, Venerabilis Beda, heeft nog eens geschreven over hem in zijn Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum. Van het Angelsaksische Engelse volk. En aangezien ik ervan uitgaat, hoewel ik de lezing van de kardinaal nog niet heb mogen ontvangen, dat hij over Willy Brort heeft gesproken, leek het mij een onmogelijke opgave om over Willy Brort nog eens een keer hetzelfde te gaan vertellen. Maar het heet wel de Willy Brort-lezing. Hier kom ik direct nog op terug. Het is wel zo natuurlijk, en dat is een goed gegeven in ecumenische tijden, dat met name de Angelsaksische kerk op het einde van de 7e eeuw Romeins georiënteerd was. Willy Brort zocht zijn toevlucht tot Rome. Zijn doel was natuurlijk de bekering van de Friezen en de Saksen, maar hij wilde dat niet zo'n beetje in het eigen terrein doen, in de eigen omgeving, nog op de eilanden, nog hier. U weet dat zijn missioneringsgebied tenslotte was dat van de Lauwerzee tot Luxemburg. Maar hij zocht steun bij Pepijn van Herstal, die u misschien nog kent van de lagere school. En hij verwierf pauselijke goedkeuring. Daartoe reisde hij naar Rome en in 695 werd hij door paus Sergius,
Sergius de Eerste achteraf gebleken, tot aartsbisschop van de Vriezen gewijd met de naam Clemens. En zijn zetel werd Utrecht, een oud Romeins fort. In dit kader moeten we goed bedenken wat de boodschap van Willibrord was. Willibrord heeft waarschijnlijk vaak gebeden de tekst uit Johannes. Mogen ze alle één zijn zoals gij vader het zijt in mij en ik in u. Mogen ze ook één zijn opdat de wereld, ik zou nu zeggen, eindelijk eens geloven dat gij mij hebt gezonden. Ik moet verbinden met de Willibrordlezing een drietal stellingen die kennelijk aan de kardinaal ook zijn gesteld. Dus ik beantwoord ze meteen en ben ik er vanaf. Hoe zou Willibrord de bewoners van de Vinexwijk, maar ik weet niet wat het is, ik neem aan dat het een huis is, gewoon wijken rond een, zoiets, tegemoet zijn getreden. Welke schatten zou hij in zijn reisels hebben meegedragen? Nou, ten eerste natuurlijk de barmhartigheid, de lachmoedigheid, de liefde van Christus, maar natuurlijk ook een stevige Bijbel. En hij had iedereen verteld, aangezien het geloof inclusief is, dat elk kind, ook al is het kind nog niet gedoopt, toch al kind van God is. Dat is alvast steunend. En dat met elkaar samenhorig moet optrekken en dat geloven dat je dat niet alleen doet. Dat denk ik. En hoe zouden de Phoenix-bewoners hem ontvangen hebben? Zouden zijn schatten hem hebben aangesproken? Nou, ik denk, dat was een armoedige tijd, dus ik hoop dat hij wat bij zich had, waardoor mensen ook nog wat te eten hadden. Dus daar zullen ze heel blij mee zijn geweest. Misschien waren ze onder de indruk van de persoon van Willibrord. En in dat geval zou Willibrord hebben kunnen leiden naar Christus, want dat is de taak van een verkondiger. Maar niet meteen, denk ik. Maar toen waren er nog geen Phoenixwijken, nu zijn die er wel. En nu hebben wij het veel te druk met televisie kijken, RTL 4 of... s'avonds dan moeten we naar Tan kijken of met Pauw kijken. Dus daar hebben we geen tijd om. Ik denk niet dat het erg aan zou slaan eigenlijk. Tenzij er iemand zou zijn die toch door God geraakt wordt. En we weten allemaal uit de grote protestante traditie in dit land dat alles sola gratia gaat. Alleen maar door de genade. En dat is overigens een ecumenisch begrip dat de katholieken natuurlijk ook onderlijnen. Alles door middel van de genade en daardoor kunnen we ook af en toe eens goede werken doen. Dankzij de genade uiteraard. Dus Willibrord was degene die dus hier gekomen moet zijn geweest en die door zijn van instrument van Christus zal hij zeker de mensen hebben kunnen aanspreken. Ook al weten wij heel weinig van hem af en ook al zijn er ontzettend veel legenden om hem heen geweven waarvan we helemaal niet zeker weten of het al zo was, maar het was wel vroom, dat kunnen we vaststellen. 3. Wat zouden wij in onze tijd in het spoor van Willibrord kunnen doen? Nou, dat kan zeggen, wij volharden in het geloof, hoe moeilijk het soms ook is. We laten ons niet te veel afleiden door het andere. Wij achten de anderen, zoals in de schrift staat, liever hoger dan onszelf. Dat is een niet geringe aangelegenheid. En wij houden Willibrord in ere, omdat hij nu eenmaal degene is geweest die kennelijk op die stoel te Utrecht is aangekomen. Nu wilde ik eigenlijk liever spreken over Franciscus van Assisi. Die is mij wat duidelijker en daar is meer over bekend. Maar ik werd toen onmiddellijk door de predikant tot de orde geroepen dat een beetje raar is. Je praat toch niet over Franciscus in de Willibrordlezing. Maar ja, dacht ik bij mezelf, als je nou een heilige hebt die erg aanspreekt, dan pas je er toch een beetje aan. Je noemt het Willibrordlezing. Je had eens een vertoog over wie is nou eigenlijk een heilige. En dan nog een paar aanvullende paragrafen en dan kun je toch bij Franciscus uitkomen. Dat kon dus niet. Dus, maar ik vertel toch even de verbinding. De verbinding is natuurlijk, wie is nu eigenlijk een heilige? In de middeleeuwen en in de vroege tijd, ook in de tijd van Willibrord, werden mensen op een gegeven moment, omdat die dus, laat ik het vroom, katholiek, Rooms-katholiek noemen, in geur van heiligheid kennelijk waren. Die werden al bij leven, zoals Franciscus van Assisi ook, als heilig beschouwd. En daar ging veel van uit, dat bijna de mensen zelf iemand, als het ware bij acclamatie, dus door te klappen, bevorderd tot heilige. Op een gegeven moment is dat natuurlijk geformaliseerd, zoals alles in de wereld is geformaliseerd, maar de kern blijft. Want ook als ik praat over de kerk van Rome, dan gaat het erom, iemand wordt op een gegeven moment zalig verklaard en heilig verklaard. Zalig verklaard betekent alleen maar in een bepaalde kring, en heilig verklaard betekent dan in een grotere kring, dus verder onderscheid is er niet. Het gaat erom dat je beleidt
Dat je ervan overtuigd bent en ook gelooft en aanneemt dat die persoon bij God is. Daar gaat het om. En ten eerste, en er moet verering, ter onderscheiding, dit even voor de protestanten onder ons, dat onderscheiden wij namelijk van aanbidding. Ter verering mogen heiligen vereerd worden en het gebeurt dat mensen tot hun heiligen zich wenden, opdat God hun gebed zal verhoren. Dus de verering onderling van ons gaat vooraf aan een verklaring tot heiligheid. En wat is het grootste doel van de heilige, de verering van de heilige, dus ook van Willibrord, is dat wij geloven en ook naar buiten brengen dat die persoon als bij God is, ten eerste. Dat is al een troost voor ons namelijk, mochten wij er ook ooit eens komen. Ten tweede, dat die personen navolgbaar zijn. En de navolgbaarheid van een heilige, dat is de kern waarom heiligen worden vereerd. De navolgbaarheid van Willibrord steekt er natuurlijk in het feit dat hij Noest heeft volgehouden in grote ontbering, naar ik vermoed. En de grote volharding van iemand als Franciscus, die er wat dichterbij is, blijft natuurlijk dat hij, die een vrolijk jongelingenleven had geleefd, dat hij op een gegeven moment zo door God wordt aangeraakt, dat hij omdraait. En dat omdraaien van heiligen, wat zo prachtig is in onze dagen, waardoor wij zien hoe iemand is. Denkt u maar aan de Augustinus, die ook eerst een wereldelijk leven heeft geleid. Waardoor wij ons kunnen identificeren met zo'n heilige gemakkelijke. Dat kunnen we veel minder gemakkelijk met die van Willibrord, dat leven van Willibrord, want daar weten we ontzettend weinig van. Zelfs nog in de tijd van Franciscus was het zo, dat toen hij eenmaal in zijn leven al heilig werd bevonden en kort na zijn dood heilig is verklaard, zelfs toen werd er nog druk aan gewerkt om alles wat niet deugde in zijn leven, om dat vooral te verdonkeren manen, opdat wij alleen over zouden kunnen houden datgene dat navolgbaar zou kunnen zijn. De Bonaventura, een van zijn biografen, heeft kordaat, korte metten gemaakt, om het eventjes met de metten te zeggen, korte metten gemaakt met wat er nog overgeleverd was. En het interessante is dat in onze dagen nu juist die heiligen, die dus ook een leven hebben geleid zoals sommigen van ons, dat die juist door die omkering in dat leven zo boeiend zijn, omdat we ons daarmee veel gemakkelijker kunnen identificeren. Dat identificeren is dus met iemand als Franciscus niet moeilijk, en met Willibrord is dat in zekere zin wel moeilijk. Dan noem ik nog een derde punt wat bij de heiligen aan de orde is, namelijk dat de heiligen een voorspreker kunnen zijn, althans in de katholieke traditie, rooms-katholieke traditie. Ik moet er heel voorzichtig zijn, want hier is een oud-katholiek en daar zit een protestant. Ik moet natuurlijk geen fouten maken. Dus je kunt je wenden tot een heilige om die vooral voorspraak te doen, bewerkstelligen bij God. Je moet het gewoon vergelijken met, we hebben een koning en wij kennen persoonlijk de koning niet, nog zijn vrouw. Dat betekent dus dat wij ons moeten wenden tot een hofmaarschalk of iemand in zijn buurt, waardoor we bij de koning kunnen doordringen. Meer betekent het niet. Je kunt je ook rechtstreeks tot Christus wenden of tot God wenden. Dat is een van de mooie ecumenische gedachten. Je kunt het ene doen en je hoeft het andere helemaal niet te laten. Nou begrijpt u natuurlijk dat ik vanavond wel me moet houden aan de afspraak. Dus ik moet spreken, naar de drie stellingen te hebben behandeld, over traditie. En de predikant heeft mij dus het volgende geschreven. Bij elke vernieuwing past het de traditie te raadplegen om niet te blijven steken bij de waan van de week. Stellig is menig een ervan overtuigd dat juist in een tijd van crisis traditie houvast kan geven en zo geborgenheid. Wie de traditie in ogenschouw neemt, maar natuurlijk met kritische blik, die ontleent daaraan zekerheid en een één gevoel voor betrekkelijkheid. Aldus weten wij ons geborgen in traditie. Ik lees u dat helemaal voor, omdat ik heb het niet geschreven. De predikant heeft het geschreven. Het staat hier toch wel? Oh, wacht even, nee, iemand heeft het anders geschreven. De aankondiging van uw boek. Oh, ik heb het zelf geschreven. Ik heb het zelf geschreven, dus. Ik dacht, dat is er eigenlijk niet op mijn eigen.
Goed, maar nu serieus. Ik was toch serieus trouwens, maar... Praten over traditie is, vind ik, niet zo'n gemakkelijke zaak. Omdat je hebt allerlei tradities. Ik zal het eerst even wat moeilijk maken. Kijk, wat is traditie? Traditie, hij komt van het Latijnse woord traditum, overgeleverd. Dus het gaat om degene dat wat overgeleverd is. Maar hoe is het overgeleverd? En is het overgeleverd in continuïteit, dus steeds hetzelfde? Of is dat juist niet in continuïteit? Maar of je nou een traditie heruitvindt of uitvindt, of dat een traditie altijd al bestaat, altijd is het natuurlijk wel zo daarin wel een bepaalde van geborgenheid treedt. Als u dat woord traditie opslaat bij Wikipedia, dan wordt als voorbeeld daar gegeven die rok van de Schotten, de kilt, ja, en dan staat erbij dat die kiltuitvinding van heel recente datum is. Dus kennelijk is er dus bij de Schotten die kilt toegevoegd om aan te geven dat eigenlijk dat een traditie is en niemand weet meer dat het een hele korte traditie is. En zo ken je dat natuurlijk ook in de kerk. Als ik meteen maar het meest heikelijke punt neem, het pausschap in Rome leeft van de continuïteit en van de doorgaande traditie. Maar iedere historicus weet dat dat helemaal niet steeds dezelfde traditie is geweest. Die traditie van het pausschap en ook de bewondering van het pausschap in Rome, onder katholieken dan, Rooms-katholieken, heeft te maken met een heroriënteren op de kerk, waarvan het internationale symbool van eenheid de paus was van Rome. Maar als we in de geschiedenis verder terugkijken, dan kun je vaststellen dat die paus niet altijd die grote rol heeft gespeeld, althans in de Rooms-Katholieke Kerk, die hij vroeger heeft gespeeld. Dus daarmee maak je de zaak al vrij moeilijk. En onlangs heb ik een boek gelezen, een bijna onleesbaar boek, maar het is wel zo, Inventing Catholic Tradition, een Amerikaans boek. Dus het vinden, de uitvinding van de katholieke traditie. Dus je kunt je voorstellen, je mag hier in dit land, in dit tolerante land, jarenlang geen Sint-Nicolaasfeest vieren, om het maar eens actueel te houden. Als zijnde een te Rooms feest, we denken aan Jan Stenen de 17e eeuw, en nu weet niemand meer dat het heel lang verboden is geweest als een te Rooms feest. Dus wij doen net alsof het Sint-Nicolaasfeest, inclusief de zwarte of de witte Zwarte Piet, dat dus een gegeven is dat gewoon bij ons hoort. Dus we moeten ons goed realiseren, als je over traditie praat, moet je eigenlijk altijd ook meteen denken aan welke traditie, hoe lang bestaat die traditie, en hoe verhoudt die traditie zich tot de geschiedenis. Maar het blijft natuurlijk zo dat wanneer je dus een bepaalde traditie aanhangt, dat evengoed daarin een bepaalde geborgenheid zich zal voordoen. Omdat je namelijk met z'n allen bepaalde codes, bepaalde symbolen hanteert enzovoort. Nog een actualiteit van deze week. We hebben van de week de 11e van de 11e gehad. Dat speelt misschien hier niet zo'n rol, maar in de zuidelijke provincies en elders in Duitsland, het Rijngebied en zo wel. De 11e van de 11e, 11 november, is het ook in deze streken bekend gebleven feest van Martinus. U weet wel, die man die de helft van zijn mantel gaf. Niet de hele mantel, en u weet waarom. Want de andere helft van de mantel behoorde aan de keizer toe. Die kon hij moeilijk weggeven. Kon hij zijn eigen halve mantel weggeven. Waar gaat dan toe terug? Nu zeggen ze in het zuiden van het land, het is de 11e van de 11e. Dus daarmee begint het carnavalseizoen. Ja, zo schieten we niet op, want het duurt veel te lang, dat carnavalseizoen dan. Het was eenvoudigweg in de middeleeuwen het begin van de advent. De advent was in die tijd wat langer. Je zou verlangen dat die in onze dagen ook weer wat langer zou mogen zijn. Maar dat was het gegeven. Dus je hield dan zo'n soort een kleine vastenavond. Vermits het vast in de advent niet zo hoog hoefde te zijn. Maar dat zijn allemaal dingen die je dus vergeten bent. Dus een daar denken over traditie houdt altijd in. Hoe verhoudt zich dat met de geschiedenis? En dan is er nog een tweede punt. Dat is namelijk, als je over traditie praat, dan zal iemand die vooral geïnteresseerd is in de eigen tijd anders denken dan iemand die vooral ingesteld is op die doorgaande tijd. Dat heet met een ingewikkeld woord. Je bent dus samen altijd met je eigen tijd. Je bent vooral van bezig met wat in jouw eigen tijd leeft.
Dat heet een synchrone belangstelling. Dus syn betekent met, grond betekent tijd. Met de tijd zelf meegaan. Of je bent iemand die door de tijd heen liever wil denken. Diachroon. Door, diachroon, tijd. Door de tijd heen. Dat zijn temperamenten van ons. De ene is meer zus en de andere is meer zo. Er zijn mensen die vooral geïnteresseerd zijn in de verandering. En er zijn mensen die zijn geïnteresseerd in wat gaat hun eigenlijk door. En als je dus praat over traditie, ben je vooral geïnteresseerd in wat doorgaat. En dat zijn doorgaans de meer conservatieve mensen. Dit moet u zien als een soort geuzennaam in onze dagen. Je bewaart namelijk alles wat goed is. Maar je gooit natuurlijk ook weg wat niet goed is. Het wordt naar Paulus gesproken. En je moet er tevens bij bedenken dat ook tradities, hoe vasthoudig je ook bent aan bepaalde tradities, dat evengoed die tradities toch in de loop van de tijd veranderen. Als ik het nu toespits op de kerk waar ik toe behoor, de kerk van Rome, dan is daar dan is de redenering altijd het doorgaan. Wanneer ik het Tweede Vaticaans Concilie bij u in gedachten terugroep, 1962 tot 1965, toen waren er mensen die zeiden, kijk, dit concilie is een breuk met de traditie. En de vorige paus, Benedictus XVI, die veel over deze zaak heeft nagedacht, toen die paus was, ook voordat die paus was, die heeft alles gesproken over de continuering. Altijd over de continuering. En dat weer in filosofische termen gezegd, maar daar hou ik op met de moeilijke woorden. Dat heet de hermeneutiek van de continuering. Je hebt de hermeneutiek van de breuk en de hermeneutiek van de continuering. Hermeneutiek betekent, mijn hele vooronderstelling van denken is gericht op de continuïteit. Dat is de hermeneutiek van de continuïteit. Oftewel, mijn hele positie, mijn hele gedachtegang is geïnteresseerd in wat is veranderd. Dat is de hermeneutiek van de breuk. En dat is een belangrijk gegeven in wanneer je praat over traditie. Nu kun je bijvoorbeeld zeggen, in de katholieke kerk is het zo dat na de reformatie, nou bedoel ik de eerste grote reformatie van Maarten Luther, dat Maarten Luther natuurlijk terecht tegen de kerk van Rome is opgestaan. Alleen in Rome betreuren wij het tot de dag van vandaag dat we gelukkig zijn met de oecumene, dat hij niet voor elkaar heeft gekregen om de kerk binnen de ene kerk van het Westen te hervormen, maar dat hij, om wat voor reden dan ook, waarschijnlijk omdat hij moedeloos was of het nou ooit goed zou komen, dat hij er buiten is gaan staan. Dat betekent dus dat er zowel de bijeenkomst van Heidelberg, de Heidelbergse catechismus aan de ene kant hebben gekregen, en meteen daarnaast het concilie van Trent aan de andere zijde. En daardoor is het in onze streken gebeurd dat wij helaas als protestanten en katholieken keurig met de ruggen tegen elkaar stonden, van elkaar helemaal niks meer wisten. En dat in katholieke streken de protestanten met eigen bakker, eigen slager, eigen kruidenier achter de spoorlijn woonden. En bij de protestanten, de katholieken achter de spoorlijn woonden met eigen bakker, eigen kruidenier enzovoort. Dat is helaas wat geweest is. En nu zijn we dan begonnen, niet alleen met samen zoals vanavond de Vespers te bidden, maar we zijn ook begonnen om elkaar nog eens goed uit te leggen hoe het zit. Toch moet ik zeggen dat een element wat nog verder overbrugd moet worden tussen, laten we zeggen, de protestante tongval binnen het christendom en de katholieke tongval binnen het christendom, dat is met name ook het begrip van traditie. Want zoals ik direct verder zal toelichten, als ik niet te lang praat, maar u zult me wel aftikken. In de katholieke traditie wordt grote nadruk gelegd op de Bijbel en op de traditie. Dus als ik spreek over de grote waarheden, omhelsde waarheden in de protestante traditie, want die hebben namelijk ook een traditie. Want u dacht toch niet dat als ik predikant zou zijn, dat ik niet even zou opslaan wat Calvijn heeft gezegd over zondag A of B, of wat eventueel zelfs Luther heeft gezegd. Dus die traditie is evengoed bij de protestanten ook. En die is niet zo jong, ja, hij begint opnieuw in 1517, maar daarvoor waren we het ook allemaal eens, dus die traditie is eigenlijk ook al heel lang. Moeten we wel goed ons realiseren. Maar, u weet, solus Christus, alleen Christus.
Dat is in feite geen enkel probleem tussen protestant en katholiek. Waarom niet? Omdat wij ook al weten dat het alleen maar om Christus gaat die verlost heeft. Alleen, wij omhelzen de Lucas, de hoofdstukken 1 en 2 van harte, vooral in de advent en de kersttijd. En we willen niet dat haar moeder, de moeder van Jezus, helemaal niet vereerd wordt. We willen niet dat zij eventueel door sommigen wordt teruggedrongen tot een soort draagmoeder. Die wel, mag wel baren, maar dan verder niet meer. Dat is niet wat wij doen. Maar dat solus Christus is in feite geen probleem. Dan hebben we sola gratia, alleen door de genade. Dat is ook helemaal geen probleem. Want hoe zou iemand iets goed kunnen doen als hij niet de genade zou krijgen om iets goeds te doen? Het was natuurlijk, dat moet je natuurlijk in een historisch perspectief zien, waarom dat zo ontstaan is. Maar dat duurt al te lang, dat praat ik te lang. Dus het kan ook nog later. En dan heb je natuurlijk sola fide. Alleen door het geloof worden wij gerechtvaardigd. Dat is een van de grote uitkomsten van de theologische debatten geweest tussen de Lutheranen en de Katholieken. Die op 31 oktober, ik meen 1998, maar het kan ook 1999 zijn geweest, dat die bij elkaar zijn gekomen. Dus ook dat is geen probleem meer. Alleen sola scriptura. Alleen de Bijbel omhelzen wij niet. En dat heeft nu alles te maken, hoe wonderlijk het ook is, met het praten over traditie. Sola scriptura gaat ervan uit, zoals ik het althans beleef, anders zal ik straks wel gecorrigeerd worden, is dus alleen de Bijbel. Dit is het woord van God dat wij hebben gekregen. En dat is ook zo. En wij staan onder het woord van God en de predikant is bedienaar van het woord. En wat is de priester? De priester staat evenzeer onder het woord en hij moet ook het woord van God bedienen. Dus in feite is er geen enkel verschil. Er is wel een volgende verschil, althans in het omgaan daarmee. Dat is namelijk dat de katholieke traditie, ik praat maar weer over de traditie, de Rooms-Katholieke traditie benadrukt dat de Bijbel zoals we die kennen is ontsproten aan de vroege kerk. Die Bijbel zoals wij die kennen was niet die Bijbel. Die Bijbel is ontstaan in het vroege christendom. Dus de Bijbel, kun je zeggen, zoals wij die nu kennen, bij de katholieken iets groter dan bij de protestanten, is ontsproten aan de vroege traditie. En het is Jozef Ratzinger geweest, dat is de nadien geboren paus Benedictus, die op de vooravond van het Tweede Vaticaans Concilie in het huis waar ik op dit moment woon, in Santa Maria dell'Anima in Rome, een reden heeft gehouden. Hoe verhoudt zich nu eigenlijk de overlevering of de traditie tot de Bijbel? En die speech van hem, hij was een van de concilie raadgevers. Zijn opvatting is eigenlijk overgenomen in het grote document. Nou, zo groot is het trouwens niet, maar wel groot. Een document van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat heet Dei Verbum, dat betekent het woord van God. Hoe wij nu met de Bijbel en met de traditie omgaan. En nu praat ik niet meer over Jozef Ratzinger, ik praat nu alleen over wat het Tweede Vaticaans Concilie erover zegt. En die zeggen erover, veel, maar ik wou het kort houden. De heilige overlevering, dat is dus de heilige traditie, en de heilige schrift zijn onderling nauw verbonden en hebben aan elkaar deel. Want beide stromen voort uit dezelfde goddelijke bron of oorsprong. Vloeien als het ware in één en zijn op hetzelfde doel gericht. Vandaar dat de kerk haar zekerheid over al het geopenbaarde niet put door middel van de heilige schrift alleen. En dan nog een niet erg vrolijke opmerking. De heilige overlevering en de heilige schrift vormen één heilig aan de kerk toevertrouwd pand. De heilige overlevering, de heilige schrift en het leraarsambt van de kerk blijken zo met elkaar verbonden te zijn en verenigd dat het één zonder het ander geen stand houdt. U ziet dat dat een delicate kwestie is. Met andere woorden, dit heeft ook veel te maken met hoe je met de Bijbel algemeen omgaat. Wij kunnen natuurlijk de Bijbel allemaal zelf lezen en wij hebben van de protestanten geleerd in dit land dat wij eindelijk eens wat meer de hele Bijbel lezen. Dat is de verdienste van de protestanten. Bovendien is er een andere grote verdienste van de protestanten, dat zij veel meer het woord hebben benadrukt dan wij dat deden. Wij hanteren nu protestantse traditie ook, maar toch, protestantse traditie is toch vooral het woord.
Dus het scharen rond het woord. In de katholieke traditie was het altijd vooral de benadrukking van de tafel van brood en beker, de heilige Eucharistie. Hoogtepunt en bron nog altijd van de kerk van Rome. Maar we hebben gelukkig in die ecumenische voortgang, hebben wij steeds meer ingezien dat het woord, dus laten we zeggen de tafel van het woord en de tafel van brood en beker, allebei aan de orde zijn. En dat is weer het aardige, niet zozeer van de traditie, maar wel van de geschiedenis, dat je kunt opmerken dat voor het Tweede Vaticaans Concilie, toen onderbrak de priester de eredienst, de heilige mis, de licht ging uit op het altaar, en hij besteeg de preekstoel, dat mocht toen nog bij ons, onderbrak dus de eredienst om uit te leggen wat de lezingen van de zondag waren. De lezingen waren natuurlijk even goed. Nou, na het Tweede Vaticaans Concilie werd natuurlijk dat een integraal onderdeel van de hele viering. En daarboven is de Bijbel veel breder ook in de liturgie gevierd. En ook wordt het bevorderd, zeer bevorderd. En het was, ik ben dus van voor het Tweede Vaticaans Concilie, zeer uitvoerig ook thuis gelezen. Dat is een groot misverstand dat het niet zo zou zijn. Maar het is wel zo dat de interpretatie van de Bijbel iets wat minder vrij is dan in andere tradities. In de protestante traditie. Je kunt op onderzoek uitgaan en je kunt eruit halen wat je eruit wil, maar daaraan hebben we het te danken, tot aan de protestante kerk Nederland, want toen is er een halt aan toegeroepen, dat er zo ontzettend veel mensen waren die anders de Bijbel uitlegden en dan weer een eigen kerk moesten stichten. Nou, je kunt zich voorstellen hoe duur dat is, weer een eigen gebouw enzovoort. De katholieken hebben te weinig de Bijbel gelezen, maar het voordeel daarvan was wel, althans ten aanzien van de Bijbel, dat er wel een bepaalde eenheid was omtrent het lezen van de Bijbel. Of anders geformuleerd, het gaat in de katholieke traditie nooit om het is of dit, of het is of dat, maar het is nu en dit en het is en dat. En als je de Bijbel leest, dat is gewoon een grote boekerij. Die grote boekerij bestaat uit vele boeken en het is niet de sport om die uit elkaar te drijven, die verschillende boeken, maar om die met elkaar in verbinding te brengen. Begrijpt u? Dus het is een iets ander. Dat wil ik niet zeggen dat de protestanten dat wel zouden doen, want dat weet ik gewoon niet. Maar het is wel zo dat wij dat zeer benadrukken. Dus het is heel van groot belang, wanneer je dus praat over traditie, en wanneer ik dus praat over traditie in het kader van mijn nieuwe boek, dan zal ik dus uitvoerig stilstaan bij het grote belang van de traditie, en dan zal ik onze beminde broeders en zusters in de reformatie op een prettige wijze de oren wassen, dat zij ook een traditie hebben. En dan is er nog een ander punt. Dat is, ik praat nog over twee dingen, want ik ben lang aan het woord. Ik praat nog over twee dingen. Ten eerste over de liturgie. En ten tweede praat ik nog kort over de bisschoppensynode die onlangs in Rome gehouden, waar het ook gaat over traditie. Eerst de liturgie. Kijk, ik denk dat het toch zo is dat tot niet zo heel lang geleden er een bepaalde traditie was, zowel in de protestante traditie als in de katholieke traditie. Namelijk in de protestante traditie, dat je binnenkomt en dat er een gebed gesproken wordt, dat je psalmen zingt, samen op hele of halve noten, dat daarna uit de schrift wordt gelezen, en misschien meer keer uit de schrift wordt gelezen, dat daarna de predikant de schrift uitlegt, dat er dan een collecte is, dat er dan nog eens gezongen wordt, en misschien nog eens een keer, en dat het Onze Vader wordt gebeden, en het zegen wordt gegeven, waarna je 's middags, als je behoorlijk orthodox bent, wederom terugkeert om andermaal hetzelfde te mogen beluisteren. Ik denk dat het zoiets moet zijn. Nu is dat misschien wat anders, maar dat is toch een grote traditie geweest die wij in dit land, in Noord-Nederland, hebben gekend. En ik hoor wel als dat iets van algemeenheid althans niet deugt. In de katholieke liturgie is dat ook zo geweest. Maar de grote knauw die wij hebben gekregen in de katholieke kerk is gekomen inderdaad na de tweede jaren 60, althans in bepaalde streken, althans zeker in Nederland. Hoe komt dat? En ik moet me dan wederom een beroep op dezelfde figuur die ik al naar voren bracht. Dat is namelijk paus Benedictus XVI, die telkens opnieuw heeft benadrukt dat een liturgie iets is dat op een gegeven moment vanzelf, als het ware, groeit. Zodat het een organisme is. Ik wil niet zeggen dat het in de protestante traditie geen organisme is, maar ik praat nu alleen over waar ik wat van weet. Met andere woorden, dat het centrum van een liturgieviering, als je praat over de Eucharistie, dat dus toch het hoogtepunt is dat Christus die aanwezig is in ons allen omdat wij samen naar de kerk gaan, dat we met elkaar zijn,
Daar is Christus al aanwezig, omdat we naar hem toe gaan. Wij scharen ons dus om Christus. Wij lezen zijn woord in de Bijbel. Wij luisteren naar de uitleg omtrent de Bijbel en overwegen de lezingen van die zondag. En daarboven, althans zit het bij ons dus, komt u ook aanwezig op een zeer bijzondere wijze onder de gedaante van brood en onder de gedaante van wijn. En dat is de kern, hoe raar het ook mogen klinken, in sommige oren, dat is toch de kern van datgene waarom wij ten diepste naar de kerk gaan. Of zoals meneer Knevel het wel eens heeft geformuleerd, en zo was het waarschijnlijk vroeger ook, de protestanten zijn degene van het woord, de katholieken zijn degene van de sacramenten. En de protestanten zijn degene die het woord toekoer, en ook daarmee het verstand, en de katholieken zijn degene, ja, moeilijker mensen zou ik maar zeggen. Dus die meer algemeen ook willen proeven en voelen. En wij zijn dus wat ruimer, om zo te zeggen. Bij de oud-katholieken is dat trouwens ook zo. Denk ik. Volgens mij is dat zo. Het gaat er dus om dat je wanneer je zo'n eredienst leidt in de katholieke traditie, gaat het er vooral om dat de persoon die de eredienst leidt zo weinig mogelijk aanwezig is. Maar zoveel mogelijk Christus aanwezig moet zijn. Met andere woorden, dat het veel belangrijker is dat je door God wordt aangeraakt en gegrepen, dan dat je alles bij elk woord begrijpt. Want begrijpen, hoe belangrijk ook, is een beperking tot verstand. Het gaat er eerst om dat je gegrepen wordt, waardoor je ook het met je verstand zo mogelijk kunt begrijpen. Het is bij ons zeer van groot belang dat je met je verstand ook tot God probeert door te dringen. Niet alleen maar met gewaarwordingen of om het woord gevoel helemaal te vermijden. Dat betekent dus dat er een liturgie is gegroeid door de eeuwen heen, die afgekapt is, althans in onze streken in de jaren 60, na het Tweede Vaticaans Concilie, toen ongeveer alles kon. Het kamerbrede tapijt kwam de kerk binnen. Men werd ongelooflijk creatief, waardoor iedereen weer dacht, wat krijgen we nu weer? Wat is er nu weer aan de hand? Waardoor je dus niet meer de rust en de stilte kon vinden om eenvoudigweg naar God te gaan. Naar Christus met name te gaan. En dat beduidt dat onze kerken daarom ook zo leeg zijn geworden. Het is niet meer omdat wij ouderwets zijn wat betreft, zo gedacht, de moraal. Maar het gaat erom dat er iets is gegroeid door de eeuwen heen. En daarvan zei Benedictus nog niet zo heel lang geleden voordat hij aftrad, dat de liturgie een organisme is dat je niet zomaar naar je hand kunt zetten. En zo staat het ook in de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Geen enkele priester heeft het recht om aan de liturgie te komen zoals de wereldkerk die viert. Nog twee andere opmerkingen daarover. Wat bedoel ik persoonlijk dan met liturgie? Wel, ik heb daar twee herauten voor. De ene heraut is een zekere Dionysius de Areopagiet. Dat is een filosoof geweest die leefde in het begin van de 6e eeuw. En die noemde zich Dionysius de Areopagiet omdat hij zich voorgaf dat hij een leerling was van Paulus op de Areopaag. Areopaag onder het hoor van Paulus. Maar wat benadrukte hij? Behalve dat hij vrij goed wist hoe de hele hiërarchie van de kerk in elkaar stak. Dat laat ik graag even buiten beschouwing. Dat vind ik een delicaat discussiepunt. Maar het is wel zo, en dat wil ik graag benadrukken, dat hij heeft uitgelegd, wij vieren hier liturgie, alle christenen, en daar praat ik niet meer over enig onderscheid. Wij vieren met z'n allen liturgie en wij denken na hoe de liturgie wordt gevierd in de hemel. En wij zijn weliswaar hier, maar we denken analoog, dat wil zeggen in verschil, want wij zitten hier en niet daar, maar wel overeenkomend, want we hebben hier ook liturgie, met de liturgie in de hemel. En als je daar een voorstelling wil maken, zou je moeten lezen de Apocalypse, het laatste Bijbelboek. En u weet dat er in de hemel af en toe ook een keer de mond wordt gehouden, het is stil in de hemel, staat er op een gegeven moment, en er wordt fors gewierookt, dat weet u misschien ook. In onze eeuw, dat we zeggen in de vorige eeuw, dat is de laatste opmerking met betrekking tot liturgie, was er een in mijn ogen een briljante Benedictijner monnik, die veel verstand had van architectuur en ook een architectuur heeft ontworpen, maar die ook over liturgie heeft nagedacht. En die is als uitgangspunt heeft hij toen gekozen Dionysius de Areopagiet. Ik herhaal, de hemel viert liturgie en wij vieren analoog aan de hemel hier liturgie. En wij richten ons bij het bidden op de hemel en ook hoe ze daar liturgie vieren. Deze monnik, dat is een zekere Van der Laan, Hans van der Laan geheten, die heeft toegevoegd, kijk,
wanneer wij met elkaar liturgie vieren, en we richten ons inderdaad op de hemel, zoals Dionysius de Areopagiet het heeft uitgelegd, dan betekent dat voor ons ook dat wij ook een analogie hebben, verschil en overeenkomst, met de hele week. Met andere woorden, wij gaan naar een kerk en daar zijn bepaalde dingen veredeld ten behoeve van de eredienst. Maar we hebben dezelfde schalen, dezelfde bekers, dezelfde tafels en dezelfde stoelen als die we gebruiken in de hele week. Met andere woorden, wanneer wij aan tafel zijn gegaan, de tafel des Heren hebben betreden, dan kan het niet anders zijn dat wij ook de eigen tafel in de week op een andere wijze zullen benaderen, of althans met meer eerbied. En als we elkander de vrede hebben gewend van Christus op zondagochtend in het kerkgebouw, is het onmogelijk dat je in de week elkander zou voorbij lopen. Met andere woorden, hier praat ik dus over een dubbele analogie. En dat is een element wat je bij de liturgie volgens mij in oogenschouw moet nemen. En ten tweede, dat zoiets gegroeid is door de eeuwen heen, dat je er natuurlijk best aan kan veranderen. Dat gebeurt ook, maar niet abrupt. En dat het vooral niet een viering van onszelf zou worden. Dan tenslotte, en dan krijgt u het woord, dat is namelijk dit. Hoe zit het nou met die synode van die bisschoppen daar in Rome, die nu inmiddels voorbij is, en de storm is zelfs bij ons een beetje gaan liggen. Want men dacht, de Volkskrant voorop, heb ik begrepen, maar ook Dagblad Trouw hield niet op met juichen, en nog andere kranten ook. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Nou, ik denk dat je toch goed in oogenschouw moet nemen dat wederom, en neemt u mij niet kwalijk dat ik nog een keer het onderscheid aanbreng, maar ik doe dat ook expres om de discussie te bevorderen. Je kunt zeggen, nu praten we over de ethiek. Je kunt zeggen, dit is verboden en dat is niet verboden. En dat kennen wij eigenlijk in ons geseculariseerde land, kennen wij dat ook. Je hoort niet harder dan 50 te rijden, want rijd je 60, dan moet je je boete betalen. En daar zijn we trouwens helemaal niet meer zo consequent in, hoewel het wel bij ons past om heel consequent te zijn. Want tegenwoordig kennen we gedoogzones met coffeeshops, weet je wel, met wiet, of hoe die andere dingen allemaal mogen heten. Wij zijn dus niet meer zo recht toe recht aan als wij waren in de gewone wereld. Maar toch is bij onze mentaliteit, dit is de grens. Als je er overheen gaat, dan is het fout. Ga je er niet overheen, dan is het goed. Dat is niet een Zuid-Europese opvatting van wat moet en wat niet moet. En daar bedoel ik het vooral, niet zozeer wat verkeerregels betreft, maar met betrekking tot hoe wij ons moeten gedragen. Het gaat altijd om het ideaal. Wat is het ideaal? Nou ja, je kunt zich voorstellen wat het ideaal is. Dat staat in de 10 geboden, dat staat in de zaligsprekingen, dus dat weten we ongeveer wel, dat het ideaal is. En wij kunnen er niet aan beantwoorden. Bijna niemand, of helemaal niemand, zelfs de grootste heiligen, moet je goed bedenken, die had ook temperament, die waren ook humeurig, waren ook lastig. Dus de volmaaktheid is alleen aan de Heere God gegeven. Maar het is wel het ideaal waar we naar moeten streven. Maar het leven is anders dan het ideaal. De werkelijkheid is anders. De leer van de kerk in zaken ook zeden, dus hoe je hebt te gedragen in het leven, is andermaal een leer. Maar de leer is niet over overstemming met het leven van ons. Dus met andere woorden, er is dus een spanning tussen de leer en het leven, tussen de theorie en de praktijk, tussen het ideaal en de werkelijkheid. En die spanning is niet slecht, maar die spanning is goed. En dan is het zo geweest dat door de eeuwen heen, en zeker vooral in de laatste, laten we zeggen 200 jaar, in ieder geval, pausen altijd hebben benadrukt wat het ideaal is. Dus waar je aan moest houden, proberen te houden. En dat is een mentaliteit, een kwestie van ook van receptie. Hoe wordt het ontvangen in Italië? En Italië is geen beter land dan Nederland, hoor. Kan ik u verzekeren. In Italië zeggen ze, nou, fantastisch, de Heilige Vader heeft het weer eens gezegd. En niemand is boos. En iedereen gaat over tot de orde van de dag. En ze zullen er ook nog over nadenken, want iedereen weet dat het ideaal anders is dan de werkelijkheid. En wat is de reactie laten we zeggen, boven de moerdijk? Dat is, wat bemoeien die oude mannen zich ermee daar in het Vaticaan? En kan die paus zijn mond niet houden? En wat denkt hij wel? En zullen we zelf wel uitmaken? Dus wij hebben dus niet door als volk, we hebben niet door dat het niet gaat over, omdat wij nemen het allemaal precies letterlijk. Begrijpt u? En dat betekent ook dus dat wij, katholieken, in deze zegging, veelal worden uitgemaakt als huichelaars. Nou, dat zijn we misschien ook wel. Maar wij zijn vanuit de mentaliteit, wij weten dat het leven niet recht is, maar krom is. En dat elk leven van elke mens, ik denk dat niet dat er
een enkeling uitzondering onder ons is, dat wij met het leven moeten proberen om te gaan. En daarom is het ook heel van groot belang dat nog belangrijker dan het volgen van regels, het omgaan met regels is. Ook dat is een belangrijk gegeven in de wijsheid volgens mij van alle dag. Met andere woorden, terugkerend wat ik heb gezegd, je kunt altijd beginnen bij het ideaal, bij de theorie en bij de leer, dan ben je veilig. En wat dacht Paus Franciscus nu eens een keer? Die dacht, weet je wat, we beginnen eens bij de andere kant. We beginnen eens bij het gewone leven. We beginnen bij de praktijk, bij het leven en hoe wij eigenlijk met elkaar omgaan. En dat betekent dus ook dat er omdat men dat eigenlijk een beetje vergeten is, en dat de openbare media, weten natuurlijk, ik beperk me tot Nederlands er helemaal niks van, want u weet, als je over economie schrijft, dan moet je economie hebben gestudeerd, schrijf je over kunst, dan moet je kunst hebben gestudeerd, maar schrijf je over de kerk, dan hoef je niks te weten. Dat is een beetje het probleem in ons land. Maar het is wel zo dat daardoor die euforie is ontstaan, en wat zal het op de duur betekenen? Dat betekent dus, het is een groot goed dat Paus Franciscus de barmhartigheid heeft benadrukt, maar je kunt niet plotseling voor elkaar krijgen dat wanneer je belooft aan God, wanneer je met elkaar trouwt, waar in de schrift staat, dat wordt ook aangehaald, wat God verbonden heeft zal de mens niet scheiden, kun je niet zomaar met de Bijbel in de hand ongedaan maken. Je kunt er een pastorale oplossing voor vinden, natuurlijk, dat kan. En wanneer je zegt, mijn oriëntering is op het eigen geslacht gericht, Dan kun je daar een pastorale oplossing voor vinden. En dat is veel milder dan de leer is. Maar je kunt iets wat in de oorspronkelijke orde geordend heet, kun je niet ineens. Dus homoseksuele handelingen is in dit kader is ongeordend. Je kunt niet iets wat ongeordend is plotseling maar geordend gaan noemen. Dat gaat niet. Dus de leer zal hetzelfde blijven. Alleen, je zou veel meer, en dat was dus de les die Franciscus toen gaf daar in Rome, met die synode, je zou ook eens kunnen beginnen bij de mensen zelf. Sta toch bij de mensen zelf. Wees toch barmhartig tegenover de mensen. Denk toch vanuit hun eigen situatie. Voel in hoe de mensen met elkaar omgaan. Dat is wat hij heeft bedoeld. En die synode gaat toch verder. En waar ik erg van hou van de volgende zin, er is helemaal geen nieuws onder de zon zelfs. Waarom niet? Wel, in vroege tijd, ik heb het al gezegd, toen priesters nog op de preekstoel mochten staan, toen werd hen voorgehouden, bedenk, gij staat als een leeuw op de preekstoel. Dat wil zeggen, gij verkondigt het woord Gods en de leer van de kerk, inclusief de traditie, hoe het moet. Maar wees ervan overtuigd, wanneer u iemand de biecht hoort, wanneer iemand dus bij u komt biechten, dan zult gij een lam zijn. Met andere woorden, er is een spanning altijd geweest tussen wat verkondigd moest worden, algemeen, en wat persoonlijk tegenover andere mensen in de opperste liefde gezegd kon worden. Want God is tenslotte liefde. Nou nu, dat heeft allemaal te maken met de traditie. En ik heb al aangegeven dat er weinig nieuws is in die traditie. Dank u wel.